als ik mensen in eerste instantie over mijn onderzoek vertel, over zwaartekracht en kunstgeschiedenis, voordat ik nog iets heb verteld, is dat iedereen meteen gaat nadenken. Ik doe kunsthistorisch onderzoek en ik richt me specifiek op zwaartekracht. Zwaartekracht kennen we natuurlijk van Newton, die het wiskundig uitlegde. En dat effect is natuurlijk ook in de kunstgeschiedenis afgebeeld. Ik kijk naar de 17e eeuw, hoe kunstenaars, voordat ze dat zwaartekracht kenden, schreven over het verbeelden van dat fenomeen zwaartekracht. Mijn naam is Mart-Sophie Meesen en ik ben promovenda aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hier doe ik mijn promotieonderzoek aan de afdeling kunstgeschiedenis. In die 17e eeuwse geschriften en beelden kijk ik dus hoe kunstenaars gewicht, balans en beweging afbeelden en ook hoe die tot elkaar in verhouding stonden en of dat geloofwaardig overkwam. Ik doe dit onderzoek omdat het een onderwerp is dat enorm tot de verbeelding spreekt. Uiteindelijk is het doel van mijn onderzoek de ervaring van zwaartekracht eigenlijk opnieuw een plek te geven in de kunstgeschiedenis. Tijdens mijn masteronderzoek ben ik tot dit onderwerp gekomen. Ik dacht na over de verbanden tussen kunst en wetenschap. Toen stond ik voor een schilderij, het Heilige Sebastiaan. En daarop was het bloed niet naar beneden stromend weergegeven, maar horizontaal. Was te verklaren door een positieverandering van die Sebastiaan. Ik zit veel op kantoor, ik zit veel achter mijn computer. Er zijn heel veel bronnen digitaal beschikbaar. Voor sommige bronnen moet ik wel naar bibliotheken, bijvoorbeeld de bibliotheek in het Rijksmuseum, waar ze dan de originele nog hebben, de originele eerste drukken of edities, die ik dan doorwerk om ook geïnspireerd te raken om meer kunstwerken te zien. Mijn onderzoek naar zwaartekracht in de 17e eeuwse kunstgeschiedenis is geslaagd als ik iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp, ik hiermee iets nieuws breng, met andere ogen laat kijken naar kunstgeschiedenis en mooi heb gevat in een boek.